Hallo, hallo, hier is Kingo met Minecraft Let's Play, episode 32, als ik me niet vergis. Oké, hier ben ik weer met mijn Let's Play. Het is weer een redelijk tijd geleden, niet zo lang geleden als het spoor dat ik niet had geüpload. Dat was een week, Minecraft was iets van een dag of 4-5. Maar uiteindelijk ben ik hier weer en we gaan weer eventjes verder met een aantal dingen. En zo te zien heb ik mijn... eten nodig. En ik heb hier twee dingetjes als screen gebouwd. Nou, eigenlijk heb ik heb drie dingen gedaan. Daar heb ik de boom allemaal weggehaald. Een heel groot stuk. Dus daar is hier geen één boom meer. Dat is niet omdat de chunks niet gelaten zijn. De bomen zijn gewoon weg. Dus dat heb ik even gehakt. Dat is niet zo heel bijzonder. Gewoon, het heeft me heel veel hout opgeleverd. That's it eigenlijk. En een paar appels. En saplings. En de kippenfarm. Die gaat heel lekker. Er zijn iets meer kippen bij. Wat is er nog meer kleine dingetjes? Dat ben ik eerst even op... Nee, dat was denk ik wel. Oké, het eerste wat ik heb gebouwd. Nou, laat ik jullie hier eventjes snel zien. Zoals je kan zien, deze kisten zijn helemaal leeg. Dus ik heb eindelijk de opslagplek afgemaakt en dan laat ik jullie zo zien. En dit zijn trouwens, dit moet je niet denken van, is dat al het hout wat je hebt gekregen van die bomen? Nee, dat is niet eens een heel klein, dat is een heel klein deeltje maar. Even zien, waar, wacht, brood. Mooi. Even lekker puzzelen. Om nom 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 nom. Zo. Oké, nou en jongens. Ik heb een beetje een idee gedaan over, hoe ik de opslagplek moet doen. En ik hoop dat jullie het leuk vinden tot wat ik heb gedaan. En dan geef ik ook nog wat uitleg zometeen over iets secrets. Oké, dus dit is het zo naar binnen. En dan kom je hier zo. En dit is de opslagkamer. En zoals je kan zien is hij nog lang niet af. Er moet nog heel wat bij. Maar in ieder geval, ik heb het tot met hier gedaan. En ik heb hier even alles uitgesteld voor nu. Dit komt dan nog een andere plek. Maar zoals je kan zien, allemaal blokken ijzer, allemaal blokken gold, twee blokken diamonds. ik bedoel, en alles lapis. En zoals je hier kan zien, heb ik altijd netjes geordend. Kobbel, dirt bij dirt. Een hele volle dirt chest. Hier hebben we nog wat dirt, kobbel die leeg is. Sandstone, gravel en flint. Hier hebben we wooden planks en hier hebben we wooden logs. En dit is alles wat ik heb gekregen, dus yay. Dat zijn er flink wat. Wat zit hier? Mob drops heb ik hier wat staan. En zoals je kan zien, dit is hier een lege plek. En daar horen eigenlijk slime balls te zitten, maar die zijn weg. Even een chest met allemaal houtdingetjes waar ik wat in kan gooien. En oké, wat zit er hier? Dus dat is jou. Smooth stone is dit op het moment niks. En daar had ik ook even mijn bricks in gezet. Nature stuff. Nether. Heb hier nog wat. Transport. En dat was dit wel. Wat zit hier nog? Hier zit food. En hier zit redstone. Oké. En wat ik nou nog heb gedaan is om al deze dure spullen, zoals je hier kan zien, zoals ja, hier, ijzer en gold en diamond en lapis, zijn allemaal heel duur en het is een blokvorm. En met die dingen, samen met hier, heb ik er nog een paar gedaan. Hier zit een beetje die oren. En zo, die ga ik allemaal in een geheime kamer opbergen. En die geheime kamer, die heb ik al gemaakt, die zit hier al ergens. Maar waar? Nou, die heb ik nog niet gemaakt, maar het weg naartoe ben ik al begonnen. Nou, hierboven is dit heel sneaky een lever. En als je die switcht... Oh, daar zit je zo. En hier zit een sign. Secret or dungeon. Want dungeon, dat betekent kerker in het Nederlands. Wat ik eigenlijk ook nog maar pas me heb geherinnerd. Een dungeon eigenlijk een kerker was. Oké, en dan gaan we dicht. En er is niks te bekennen van, zit hier iets? Zit er iets? Zit er iets? Oh, dan ging het... Er zat wel een torch, maar voor de rest niks. En dan... Hup. En dan binnen, ogen en kastje open. En als je dan weer naar binnen gaat, kan je alles doen. Hup, 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 hup. En misschien dat ik ook nog wel een torch hier binnen ga doen. Dat je hem dan ook kan dichten en van het binnenaf. Dat heb ik alleen nog niet gedaan. Dus het is een beetje snel gebeurd. En even laten zien. Zo, kijk, hier bovenop loopt de redstone. Naar hier, Iro. En kijk, daar heb ik een repeater. Die repeater kwam dus toch nog van pas, die repeatertje. En dan hebben we hier zo de pistons. Hier ook nog twee sticky pistons. En dat zorgt er dus voor... Oké, dan heb ik dat ook laten zien. En dan gaan we nu laten zien waar ik echt het meest aan heb gewerkt. En dat is ook weer een redelijk werkje, wat het is, geweest. En ik heb er een speciaal videootje over gemaakt. En het lekt wel. Dat moet ik jullie wel toegeven. Dan moet ik wel zeggen, het lekt. En ga ik jullie straks nog wat over vragen. Maar ik dacht van, weet je wat, ik ga het niet gewoon laten zien. Ik ga het in een leuke speciale video laten zien. Die heb ik dus gemaakt. En die komt dus straks. Geen aparte video, wel gewoon in deze episode, maar ik bedoel gewoon een aparte clip. En dat gaan we nu meteen doen, want wat heb ik nog gemaakt? Het is in de Nether. Ik heb iets gedaan met de Nether. En wat ik heb gedaan in de Nether?
Dat mogen jullie nu op de video bekijken. Oké, dus dit is een heel nieuwe geüpgrade Nether Castle. En serieus, ik heb hier best wel veel tijd in gestoken. Niet zoveel als in de vulkaan, toch? Maar nog steeds heel veel. Met al deze ijzer, die zijn heel veel ijzer is hierin gezeten. Zeker wel 2 stacks. Dus dat is eigenlijk een enorme verspilling. Maar ik denk van, fuck it, I'm gonna do it anyway. En ik heb het hier gedaan. Met een paar grote stevige pilaren van 2x2 dikke fences. Maar wat ik nou niet zo zeker weet is, als er een gasbol tegenaan vliegt, dan gaat hij waarschijnlijk in de fik. En dan branden die weg en ja, leuk. Maar tja, zeg maar wat jullie ervan vinden op een schaal van 1 tot 10 van een Nether Castle. Ik heb niet zo heel veel Nether Castles gezien eigenlijk in de dingen van Minecraft. Volgens mij gewoon echt helemaal geen. Ja, misschien wel een paar, maar echt veel, veel, veel minder dan normaal. Maar in ieder geval, ik was een beetje een klote en ik denk van, ik wil het graag een keer mooi hebben. Dus ik begon met deze half slabs te doen. Toen kwamen er deze dingen bij, omdat ik een betere, een stevigere ding heb dan wou dan hout. En toen dacht ik, hé, het pilaar is wel vet. En toen had ik er daar eentje gemaakt, en daar eentje, en daar eentje, en daar eentje. En toen dacht ik van, in het midden hier zo, dan had ik even naar beneden gehaald, tot zo'n laagje. En dan had ik dit zo gedaan, en dacht van, het is een beetje empty. Dus ik dacht van, ik maak er lekker een lavafontein. En die ziet er best wel vet uit. En dan heb ik hier nog even een muur gezet, om het helemaal af te sluiten. En hier hebben we een fatsoenlijk cobblestone pad dit keer, richting het Nether Fortress. En dan is er nog één klein dingetje wat ik heb gedaan. Ik heb trouwens nog niks gedaan met een Nether Wars, want dat hadden we dus niet. En oh ja, ik heb hier nog van dat Netherrack fences gedaan, als beveiligde raampjes. Ik heb dit, waar we uitkwamen, heb ik aangepast naar gewoon zo. Ik heb hier dus de dingen gezet. Ik heb dit eigenlijk een beetje aangepast voor de lol. Terug naar boven. Je hebt een beetje sandstone in plaats van normaal hout. Ook voor het wegfikken gedoe. En ja, dat was het. Dus ja, schaal van 1 tot 10. Wat vinden jullie ervan? En ja, ik ben benieuwd. Ik heb heel veel gehoord. Heel veel vonden mijn vulkaan echt helemaal te gek. Dus bedankt. Ik vind hem ook hartstikke leuk. Maar goed, ja, wat ik nu dus nog wel ga doen hier, en wat eigenlijk dus bij het bouwen heb ik ontdekt, is... Oh, wacht. Ja, ik heb al tijdens het bouwen heb ik een pikman geslagen, maar gelukkig zijn ze nu weer afgekoeld. Even zien. Heb ik nog een zwaard? Ja, mijn diamond zwaard. Mijn pickaxe is trouwens dood. Gewoon mijn diamond pickaxe. Dus moet ik straks weer 3 pickaxes voor opoffen. Maar ik heb hier dus een klein gaatje gemaakt in deze muur. En waarom heb ik dat gedaan? Omdat ik toen ik aan het bouwen was, zag ik in de verte daar zoiets. En ik heb eventjes sneak peek even gekeken. En jawohl. Kijk eens hier, een tweede Nether Fortress. En dat komt dus echt heel goed uit, want ik hoop echt dat daar dan wat Nether Wart zit, want dat hebben we dus niet. En dat is het enige wat ik wil. Ik wil even vliegensvlug naar daar gaan, wat Nether Wart, en als het kan, een Blaze Rod, zodat ik een Brewing Stand kan maken. Maar in ieder geval, dat Nether Wart, dat wil ik in ieder geval hebben, dat ik dat in ieder geval heb, want Blaze Rod kan ik ook naar die gaan nog. Maar dat is dus hetgene wat ik nu even wil gaan doen. Ik heb even een Stone Pickaxe, dat is het enige wat ik heb. Wat heb ik voor de rest voor waardevol ding mee? Het waardevolste wat ik mee heb is een diamond zwaard, maar die heb ik nodig om te fighten tegen blazes, mocht ik die tegenkomen. Oké, wow, hij loopt zelfs daar nog door. Nou, eerste punt. Hoe kom ik hier veilig naar beneden? Via daar misschien? Nee. Oh nee, hoe kom ik hier nou weer veilig naar beneden?
Ik gok dat ik heel... Nee, oh, oppassen. Gravel. Ik heb gravel nodig. Zucht. Oh, waarom loop ik hier met al mijn gold en iron ore trouwens? Trouwens. Stom. Eerst even terugbrengen. Gravel pakken, want dan hadden we toch genoeg gravel. En dan gaan we daar naar beneden. En dan pakken we blaze. Of blaze. Pakken we nether wart, dan gaan we weg. En iemand had trouwens gezegd dat nether, dat wart kruid is. En dat wist ik niet eens. Bedankt. We gaan weer terug. En even zien. En oh ja, ik heb nog wat op mijn video van, hoe heet het, dus de 12W21A, heb ik een paar reacties gehad over van, ja, er is nu ook W, ga die reviewen, maar, oh shit. Ik moet echt beginnen met dit hoor. Of hoe heet het, met een fatsoenlijke melon farm. En dat is trouwens hetgeen wat ik ga doen volgende keer offscreen. En dat heb ik al bedacht en dat kunnen jullie niet veranderen helaas, maar dat ga ik zeker weten doen. Op deze plek waar ik dus alles heb weggehaald, ga ik alvast beginnen met een paar huisjes neer te zetten. En pas op, Ocelot. Nee, ik ga je redden, vriend. Ja. Oh, oké, okay, hij redde zichzelf. Maar, er zit er nog één. Nice. Maar in ieder geval, ik ga dus hier wat huisjes maken. Ik ga dit opvullen, dit waterpoeltje, dus ik niks. En, dit vond ik trouwens wel vet. Zo'n overhellend ding. Ik wist altijd al dat hij hier zat, maar nu kan je het goed zien. En dan ga ik hier wat dikker maken met dirt, een beetje terraformachtig. Ga ik hier door een pad laten lopen. En dan kom hier een paar huisjes en aan de andere kant van het huisjes komt een grote stad, als het goed is. Maar dat gaat zo lang duren, dat gaat nooit lukken in, dat gaat nooit lukken als ik eenmaal alles in één keer wil gaan bouwen. Dus ik probeer dan een paar huisjes hier te maken. En misschien doe ik ook wel iets met het met de track, met de minecart dingetjes. Om het helemaal hier naartoe te lopen en een brug te maken of zo, whatever. Ik zie het allemaal nog wel. Maar dat ga ik dus doen off-screen. Voor de rest niks als het goed is. Misschien nog een klein beetje aan mijn huis. Maar that's echt het. Met een klein beetje bedoel ik een beetje van die heuvel weghalen. Dus die dingen ga ik denk ik wel doen als ik als deze episode klaar is. We kunnen niet al te lang filmen, want ik moet eten over zo'n 25 minuten. 20, 25. En misschien zelfs eerder, het ligt eraan. Lekker barbecue hoor, nam. Maar wat ging ik nou halen? Ik ben het helemaal vergeten. Gravel weet ik in ieder geval nog, maar er was nog iets. Ik kreeg het halen en wat nog meer. Oh ja, ik ging mijn oren wegzetten, dat was het. Oké, mooi. Want deze dingen... Die wil ik eigenlijk niet. Die had ik meegenomen om eigenlijk te bakken, maar ja. En waarom is het open? Straks komt er een of andere gast online en die jat al mijn stuff. Maar goed, nog wat meer brood. Nee. Gravel is er. Gravel. Ik doe wel even 2 stacks. Gravel is toch helemaal geen reet mee. Ik ga het wel gebruiken als pad voor die self-made NPC village. En de huisjes worden overal dezelfde manier als normale NPC village. Ik denk dat ik misschien een keer ga afkijken, een beetje kopiëren. Maar ik ga er ook mijn eigen touch een beetje aan geven, een klein beetje anders. En oké, dat was het. Back to the nether. And hopefully I will get myself some nether wart. Dus het is bijna zeker dat er in elke nether fortress wat nether wart zit. Dus ik hoop echt dat er in dat fortress wat zit. En zo niet, dan zijn we gaan night en dan moeten we nog verder gaan zoeken. Want we hebben echt nether wart nodig. Uiteindelijk. Ja, tja, als we het niet hebben, dan kunnen we moeilijk iets gaan doen met potions. En ik wil graag potions hebben om gewoon dat ik niet altijd afhankelijk ben van al dat brood. Dus, en dan is eten eigenlijk ook best nutteloos. En holy f. Ik wil hier geen mensen boos maken. Iets te veel naar mijn zin. Maar goed. Wat ik nu trouwens nog even wil vertellen was over die video die jullie hadden gezien over mijn epicness review over mijn dingetje. Met de song die is trouwens gemaakt door een door iemand van... Ik weet niet, hebben jullie de trailer gezien van de Xbox versie van Minecraft? In ieder geval, dat is dezelfde songwriter. En die doet die songs die zijn als het goed is copyright vrij. En kan die gewoon gratis downloaden. Misschien dat ik een link in de beschrijving zet als ik niet te lui ben. En oké, het is vol. En let's go down. Maar ik vond het wel stom. Het gaat echt te laggen. En mijn broertje slaat het met de deur. Leuk. Maar ik hoop echt dat die lekker een keer overgaat hoor, want ik word echt een beetje ziek van. En ik heb heel wel geprobeerd en ik ga misschien nieuwe dingen, spullen kopen voor mijn computer. Ik heb toch geld zat op het moment, iets van 300 euro. Ik ga lekker mijn adres niet zeggen, zodat jullie het niet kunnen jatten. Maar ja, ik heb redelijk veel, zeg ik het zelf. En wat ik weet niet echt wat ik ermee moet doen. Misschien, oh shit. Daar ging ik bijna fout. Maar ik weet dus niet wat ik moet doen. En als jullie weten wat ik zou kunnen kopen waardoor mijn Minecraft minder laggy is, zeg het even. Want ik heb nog geen onderzoek gedaan en dat ga ik natuurlijk wel doen. Maar als jullie eens weten van wat ik sowieso kan doen om ervoor te zorgen dat ik minder lag. Want ik wil er alles, echt alles aan doen om ervoor te zorgen dat ik gewoon meer dan
15 frames of zo ga. Ik wil echt iets van minstens 30 wil ik er gaan. En dan om gewoon ervoor te zorgen dat jullie beter kunnen kijken. En dat vind ik zelf ook veel beter. Dan want als ik het soms naar kijk, dan vind ik het ook geen reet. En trouwens, ik heb geen torsjes mee, dus... Zal ik het pakken? Nee, ik hou de klooster nog eventjes. Er zit nog een zat klooster daarboven dat we ooit nog wel eens kunnen pakken. En voor nu gaan we gewoon eventjes, omdat heel veel mensen die wouden dat en ik deed het expres niet. Maar ik ga nu even brightness op bright zetten. Alleen voor nu, hopelijk is het dan wat duidelijker hier zo in, op dit fortress en de nether. Maar als we weer terug naar de normale wereld, is dit avontuur klaar. Zet ik het weer terug op 30%. Het is gewoon omdat dat houdt het nachtgevoel nog een beetje in. Even zien, ik wil naar al deze... Wat de hel dit? Dit is een boterkaas en eier vlakje. Dat is... hou op man, hij is hem te duwen. Het was mean. Oh, wacht. Langs hier moeten we naar binnen. Oké. Nou, gaan we even kijken. Wat zit er iets speciaals? Niks. Als we toevallig klooster tegenkomen, want die kan hier heel makkelijk in zitten. Spannen. Dat is wel grappig. Oh, crap. Oop. You have not seen me. Oh, crap. Je hebt me niet gezien. Drie. Nee. Danger, danger, danger. Oh, crap. Crapness, crappy crapness. Oh, man. Really? Drie blazes. Drie. Oké, ik ga even zo. Dan gaat hij schieten. Shoot, shoot, shoot. Yes. Go, 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 go. Nee, 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 nee. Oh, crap. Rennen! Dit gaat echt niet goed. Oké, even mijn levens erbij, jongens. Deze pad is ondoordringbaar. Dat moet ik even afsluiten. En niet met... Nou, ik kan het wel met dit doen. Jongens, dus oppassen. Blaze hier, blaze shit. Oké. Dan moeten we het maar even via hier. Maar voor de rest, dit ziet eruit als wat ik nou vertel. Want dit zag eruit als boterkaas en eieren vlak. Heeft wel zo twee van die strepen en dan twee door. En ik wil richting daar. En waarom staat er zo'n klein stukje los? Maar het ziet er heel groot uit. Maar ik red het niet. En daar zit ook blaze in. En ik moet via die kant. Damn it. Maar kom op. Hoe wil ik dit fatsoenlijk gaan doen? Wacht. Ik neem eerst eventjes wat netherrack mee. Misschien dat ik dan wat beter overleef. En kijk, hiervoor heb ik dus potion nodig van die HP dingen. En ik had eigenlijk golden apples moeten maken en meenemen, want dat heb ik toch staat. Oppassen. Oké. Heb ik pijl en boog mee? Nein. Ik doe dit ook niet goed. Dus ik ga het één poging doen en als ik het weer faal, dan... Die. Yes. Okay. Die. Yes. Oh, ik wil dit afsluiten. Oh, yes! Oké, okay, oh, we hebben twee blaze. Oké, okay, dat hebben we in ieder geval. Nu alleen nog een... Oh, een magma cube. Oké, okay, afgesloten. No, you shall not pass. Bitch. Oké, een magma cube. Hopelijk dropt je magna cream. No, alleen wat XP. Wauw, dit is een heel nette fortress onder de grond. Helemaal goed verstopt en bedekt. And not really my kind of play. Even kijken wat hier zo zit. Even zien. Dit is een trap. Oeh. Nou. Kijken of hierboven iets zit. Yep, er zit iets. Maar wat? Geen idee. Oh, blaze. Ah, bye. Waar komt hij vandaan? Die kan niet zomaar spannen. Oké, even kijken. Dit is dus niet de kant die ik op zou moeten gaan. Want ik was helemaal aan het af te halen. Hopelijk kan ik toch terugkomen. Even kijken, waar kwam ik vandaan? Dan kwam ik hier vandaan. Ik ging hier naar beneden. Oké, gewoon terug. En we gaan proberen die kant op waar al die blokken zitten. Want ja, het is een grote kamer waar die net wordt gespannen. Dus ja. Even zien. Oh nee. Nee. Oh, phew. Wacht, had ik ze ponen? Yes! Ah, maar hun mij ook! En dit is niet goed, dat gaat zo meteen openbreken. Wacht, joh, chips. Rennen. Dat gaat zo weg en dan... Hey, daar komen ze! Oké, zijn dit die blokken? Ik hoop zo. Ik denk het wel. Twee trappetjes, oké, achter elkaar. Wat zijn we nu? Ja, we zijn binnen, want hier zien we een grote... Wacht, zit hier trouwens een kist onder? Dat heb ik nooit eigenlijk gecheckt. Want dat ziet er heel erg lokkerig uit. Whatever.